Hey, hey, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn wij in het dorpje Bemmel. Het ziet er hartstikke leuk uit hier, het dorpje. Ik ben ook zeer benieuwd hoe de rest eruit gaat zien. Je ziet wel dat ik andere bepakkingen aan heb dan vorige keer. Het probleem is namelijk, we wonen in Nederland. De ene keer is het 30 graden, de andere keer sneeuwt het. Gisteren sneeuwde het nog. En nou is het weer rond de 10 graden. Dus we hopen hier in ieder geval een lekkere run te krijgen. En ik zal het in ieder geval niet koud krijgen. Wij zeggen, tot aan de start, op naar de 4 mijl van Bemmel. Thank you.
I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from all of my fears. Kept me away from all of my tears. Now you're gone. Now I'm lost. Finally, I think I can see clearly. Ah, wat jammer nou weer. Lopen we Bemmel alweer uit. Nou ja, niks aan te doen. Wel een heel mooi bordje. Oh, goeiedag. Dus even, omdat wij natuurlijk hier zijn. Een aandenken aan Bemmel. Want Bemmel is nu ook onderdeel van Rosso's Running Channel. Nou, we hebben volgens mij bijna 2 kilometer gedaan. En ziet er hier hartstikke leuk uit. Het is een mooi gebied. Maar als je aan de andere kant kijkt voor mij, hier een mooi stukje rustgevend water. Heerlijk toch? Heerlijk. En aan de andere kant een stukje van een mooie woonwijk. Even wat nieuwbouw daar, wat oudbouw daar. Nou, het is wat winderig, maar ik geniet volop. Jongens, het praatje is mooi geweest. Wij moeten door. Wij zitten nog. Dit is de tweede keer op rij al. De tweede keer op rij ongeslagen tegenover Garmin. Het lijkt FC Emmen van de laatste tijd wel. Moet ik niet te hard zeggen, straks gaat het dit weekend mis en release ik deze video later. Laten we dat maar niet hopen. Nou jongens, tot straks. We'll be right back.
Dit nodigt uit, hè? Van in the middle of nowhere. Een bankje. Met een prullenbakje. Wat kunnen we met een prullenbakje doen? Woehoe. En dat gaan we dus ook even doen. Kijk. En weer een mooi stickertje erbij voor Bemmel. Alsjeblieft. En gratis. En voor niets. Nou. Wij gaan weer door op naar de volgende kilometers. We'll be right back.
Nou, we lopen nu door Haalderen. Dit is zal een kleine zijtak van Bemmel zijn. En natuurlijk moeten wij daar ook eventjes door rennen. Ik vind dat stickers plakken zo geniaal leuk ineens. Hè? Ik ga nog even eentje lospulken voor. Op een mooi lantaarnpaaltje hier. Want ik vind dat dit dorp nog niet genoeg versierd is. Ja, die vind ik wat te. Ik ren nog even een lantaarnpaaltje verder. Want de ene, de eerste die ik zag, die zat me te veel. Oh, wacht even. Ik zie nog wat mooiers. We hebben hier. Het bordje Haalderen. Nou, wat willen mensen nog meer? Kijk eens even, jongens. Een prachtig mooi bordje Haalderen. Alsjeblieft, Haalderen. Officieel horen jullie bij het Rosso's Running Channel Team. Nou, verwonderlijk. Gaat nog steeds goed. Jullie zagen dat ik net. Een klein stukje verkeerd liep, maar dat was een klein stukje van 5 meter gelukkig. Dus daar hebben we het niet over. Ik ga weer door en zie wel waar we weer uitkomen. Die 4 mijl kan niet al te lang meer duren. Yo! Of life.
bushaltes en lantaarnpaaltjes. Het is allemaal zo gewild door dit prachtige olijke kanaal. Nou, laten we hier ook even een mooi aandenken opzetten. En hij staat weer, jongens. Net Bemmel weer in. En we hebben de boel alweer gestickertagd. Nou, het is weer rechtdoor. En ik hoop voor jullie dat er nog een paar rare bochten komen. Want anders is het strike 2. De tweede non-fout gelopen video. Ah, collega. Nou, dat is altijd gezellig. Gaan we daar maar eens even weer achteraan. En we zien wanneer we in het centrum van Bemmel terechtkomen. Yo! Thank you.
Ik zag net dat we er bijna zijn. Ik zie ook alweer een bekend kerkje. Ik geloof dat ik die daarnet ook gezien heb aan het begin. Dus nog maar een heel klein eindje. Ja. We steken hier maar even over. En dan, ik weet niet. Ach, ik heb nog voorrang ook. Dank u wel. En, nou, gaan we zo de bocht om, zie ik. Nou, nog een bochtje naar rechts. En dan zijn we weer bij het startpunt gearriveerd. Dus ik zeg jongens, tot zo. Tot bij de afsluiter. En ik heb me toch een heerlijk biertje gehaald vandaag. Past goed bij deze tijd. Een lekkere corona extra. Voor meer immuniteit. Yo! En ja hoor, nog een paar honderd metertjes, nog een paar tientallen en we zijn er weer. We zetten de pace meter uit. De pace meter, niet de pace maker. Zou niet goed zijn. Nou jongens, dit was even een heerlijk rennen. En nou, 6,66 kilometer. Verdacht. Nou ja, in ieder geval de 4 mijl gehaald. Wij zien elkaar bij de afsluiter. Zo, dat was weer een heerlijke run. 6,66 kilometer. Ik blijf het een beetje verdacht vinden hoor. 6,66. Nou ja, geef niet. Iets meer dan de 4 mijl van Bemmel. Ik ga hem wel zo noemen, zoals je waarschijnlijk al had gelezen bij de intiteling. Ja, het is een heel leuk dorpje. Lekker rennen, een beetje over soort dijkjes heen. Mooi een beetje langs het water, een beetje door het stadje heen. En ja, ik vind het, ik blijf het hier in Overbetuwe prachtig mooi vinden. Ik geniet hier behoorlijk van. De volgende keer zijn wij er weer met een nieuwe aflevering. Of ergens bij de Overbetuwe, of natuurlijk in het prachtig mooie Drenthe. Wie weet. Wij gaan ons heerlijke sigaartje roken, maar nog lekkerder. Hier heb ik hem. Een heerlijke corona extra. Nou, als we daar maar een beetje extra van drinken, hè, worden we er ook een beetje immuun voor. Oh, en dan kunnen we wat langer, gezonder doorrennen. Jongens, proost
op onze aller gezondheid en dat de wedstrijden, ik blijf het herhalen, maar snel meer mogen beginnen. Tot de volgende keer. Tot de volgende Rosso's Running Channel. Oh, en vergeet niet, subscribe, like, belletje. Nooit vergeten. Nou, je hoeft het ook maar één keer te doen. Alleen het liken bij iedere video graag. Tot de volgende keer.